Duitse regering die gaat controles invoeren bij alle landsgrenzen om illegale migranten te weren. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zojuist bekendgemaakt. Deze controles ermöglichen ook effectieve terugwijzing. We hebben ja bereits meer als 30.000 terugwijzingen sinds het laatste oktober aan de Duitse außengrenzen. Wir werden daher unsere temporären Binnengrenzkontrollen auf alle deutschen Landgrenzen ausweiten. Gaan we snel voor naar Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Het is een rigoureus plan, hè, waar ze mee komt. Nou, het is in lijn met de koers die dit Duitse kabinet na de zomer heeft ingezet. Toen naar aanleiding van de islamitische terreuraanslag in Solingen meteen ook het uitzettingsbeleid onder de loep werd genomen. Ze voelt natuurlijk de opkomst van Alternatief voor Deutschland, maar ook de roep vanuit de grootste oppositiepartij CDU-CSU om strenger met migratie om te gaan. Die hete adem in de nek. En dit past daarin. Het gaat echt betekenen voor Nederland, waar zelfs in coronatijd eigenlijk geen grenzen gesloten werden als enige landen tussen Nederland en Duitsland. Dat nu voor Nederlandse automobilisten, maar ook voor de logistieke sector in elk geval de komende 6 maanden, vanaf 16 september, enorme kans op grote files rondom de grenzen gaat ontstaan als Duitsland deze grenscontroles gaat invoeren. 16 september, dus over een weekje, als je de grens over wil naar Duitsland, dan moet je eerst eventjes je paspoort laten zien. Nou, niet voor iedereen zal dat gelden. En er zullen ook niet altijd controles zijn, is mijn vermoeden. Want er zijn weliswaar 1000 extra banen bij de Bundespolizei bijgekomen. Maar of dat genoeg gaat zijn voor alle grenzen, dat zal niet het geval zijn. Het model wat we nu al kennen met de grenscontroles in Beieren, met de grenzen met Polen en ook Tsjechië en Zwitserland, dat gaat uitgebreid te worden. Dat betekent in elk geval dat er mobiele controles gaan komen. En dat ze dus af en toe op de grens zullen staan om inderdaad alle auto's te controleren. Maar deze minister maakt ook heel erg duidelijk dat dit pas het begin is. Er wordt verder gewerkt aan allerlei maatregelen dan nu de situatie al is. Maar daar moet ze nog met een aantal partijen over spreken. En dat gaat morgen gebeuren. En dan weten we dus ook de exacte details van hoe vergaand dit zal zijn. Maar dat het voor Nederland in elk geval grote gevolgen gaat hebben, dat is nu al duidelijk. En jij legde de link meteen met Solingen, met die aanslag met een mes. Een week of anderhalf later was er in Duitsland weer iemand met een mes. Dat was een witte Duitser. Wat is nou uiteindelijk het hogere doel hiermee? Nou, zoals de minister het nu na persconferentie uitlegde, is dat het in eerste instantie gaat om de ongecontroleerde asielstroom, om die in te gaan dammen. Met als achtergrond islamistische terreur en zware criminaliteit over de landsgrenzen. Solingen, een islamitische terreuraanslag. Vandaar ook deze omschrijving. Maar duidelijk is dat dit Duitse kabinet, als het gaat om islamistische terreur, echt genoeg is. Dus daar werd ook in deze persconferentie de focus op gelegd. De minister die herhaalde wel 3 keer dat sinds oktober vorig jaar alleen al met de landsgrenzen tussen Beieren en de omliggende landen dat al 30.000 mensen die geen reden hadden of niet over voldoende legitimatie beschikten om Duitsland binnen te komen zijn afgewezen, dus weer teruggestuurd moesten worden. Mm-hmm. Ja, zei ze, dat is dan aan de andere landen om die mensen dan op te vangen. Daar ga ik verder niet over. Is al protest gekomen vanuit Oostenrijk die zegt van Duitsland, waar gaan jullie nu dan nog verder mee beginnen? Maar er wordt echt gezegd, wij willen dat die ongecontroleerde asielstroom in Duitsland, dat die ophoudt met dus ook islamistische terreur en zware criminaliteit als achtergrond. Ja, en heel kort nog even, wij hebben natuurlijk in Nederland ook een partij die dit heel graag wil, maar dan aan de Nederlandse grenzen. Dan wordt altijd gezegd, maar we hebben Schengen, dit kan niet zomaar. Kan het in Duitsland wel zomaar? Nou, dat is de beste en moeilijkste vraag tegelijkertijd ook voor de minister. Er is de afgelopen weken, zo zei zij, met Brussel gewerkt aan het juridisch sluitend maken. Er is ook al een concrete aanvraag ingediend om dit binnen Europese recht mogelijkheden te regelen. Daar gaan meer details over bekendmaken, maar zij lijkt er vast van uit te gaan dat die juridische grond er is en dat Duitsland dit zelf kan gaan doen. En je kunt natuurlijk zelf nu ook inschatten wat het gevolg gaat worden voor alle andere landen om
Duitsland heen. Ja. Het is gewoon een tendens, meer nationalisme, meer het beschermen van eigen binnengrenzen. Dus dit is een besluit met verstrekkende gevolgen binnen heel Europa voor andere landen die hier ook naar zullen gaan kijken. Ja, want Nederland en Duitsland zijn belangrijke handelspartners. Wat betekent dat voor Nederlandse ondernemers? Gewoon wachten bij de grens met goederen? Ja, voor logistieke sector, we zien dat in de grens tussen Duitsland en Polen gaat dit zeer, zeer grote gevolgen hebben. En bij Nederland? Files, vertragingen en Nederland, dus waar het nu naartoe wordt uitgebreid, gaat precies hetzelfde gebeuren. Urenlang met de vrachtwagen in de file staan. Er gaan dagelijks alleen al meer dan 300 Nederlandse vrachtwagens de grens met verse bloemen over. Maar die logistieke relatie is zo enorm dat dit gaat heftige impact hebben. En daar moeten dus ook Nederlandse expediteurs en logistieke sector zich echt op gaan instellen. Dankjewel, Duitsland correspondent Dirk Marseille. En we hebben trouwens ook even contact gezocht met ons Nederlandse ministerie van Asiel en Migratie. Die Duitse stap, zeggen zij, komt voor hen niet als donderslag bij heldere hemel, maar op het ministerie wilden ze wel bekijken wat de gevolgen zijn. Precies de vraag die jij net stelt, Lisbeth. Met name op het gebied van handel zijn er echt zorgen, zegt een woordvoerder tegen BNR.